Ja, welkom bij Autisme TV. Dit keer vanuit mijn werkkamer en niet vanuit de studio. We zitten namelijk nog midden in de coronacrisis. Het is mei 2020 en ja, de teugels zijn weliswaar wat losgelaten, maar we zijn er nog lang niet uit. Hoe zou dat in al die gezinnen met autisme gaan, vroeg ik me af. En ik moest denken aan een gezin waar ik 2 jaar geleden op bezoek ben geweest. Een gezin met 2 jongens, ze zijn nu 9 en 7, waarvan de oudste ook autisme heeft. Maar heel bijzonder, de moeder zelf ook autisme heeft. Destijds ging het over de vraag, hoe run je zo'n gezin als je zelf ook autisme hebt? Maar ik vroeg me ook af hoe het ze nu vergaat. En ik heb Yvonne opnieuw benaderd en gevraagd of ze mee wilde werken aan een videogesprek. En dat wilde ze wel. Ik laat het graag zien, dit gesprek. Ook omdat ik het een mooi voorbeeld vind voor al die andere gezinnen. En ook omdat er hele mooie, boeiende, leerzame momenten in zitten. Het is in het begin heel zwaar geweest. Toen hebben we een periode gehad dat het heel goed ging. En nu zitten we weer in een tijd dat het weer wat zwaarder is. Okay. Dus het is heel wisselend. De ene keer gaat het met Jaden een stuk beter dan de andere keer. Mm-hmm. En dat bepaalt ook heel erg hoe het bij ons gaat. Ja. Hoe reageerde hij toen die crisis net begon? Ja, heel goed eigenlijk, want hij had eigenlijk gelijk zoiets van, oh leuk, ik hoef lekker niet meer naar school. En ik vond het heel erg leuk. Hij had echt zoiets van, oh leuk, school thuis doen en mama, we gaan schooltje spelen. En hij was gelijk heel enthousiast en ik moest het schoolbord van zolder halen. En ik moest een bureautje maken op zijn kamer en hij had hele grootse plannen gelijk. Ja. Dus ik dacht van, nou weet je wat, ik ga daar gewoon een beetje in mee. En ik doe dat gewoon wat hij graag wil. Ja. En uiteindelijk heb ik ook echt een heel strak structuur gemaakt. Ja. Want ik wist van, nou, dit gaat helemaal fout. Als hij geen structuur meer heeft, dat is verschrikkelijk voor een kind met autisme. Dus ik ben eigenlijk meteen begonnen het aan te pakken. Meteen schema's maken op het bord. En van 's ochtends tot 's avonds proberen ritme aan te houden. Wekker zetten 's ochtends. En gewoon eigenlijk zelf schooljuf spelen. Ja. Dus, dat goed? Ja. Ja, dat ging in de eerste week ging dat redelijk goed. Totdat hij het niet zo leuk meer vond. Dat hij besefte van, oh, eigenlijk is het toch niet zo leuk. Nee. Dus dat... Maar dat was... Ja, en... Was dat druk voor je? Ja, heel druk. Dat was heel pittig. Ik moest echt een knop omzetten van... Geen huishouden meer. Even niet meer denken aan andere dingen. Alleen de kinderen staan op 1. Ja. Zo heb ik het eigenlijk een beetje... gedaan, van ik sta op en ik ga zorgen dat ik de dag doorkom met de kinderen. Ja. En dat je gewoon de kinderen les moet gaan geven thuis. Dus ja. Laat de boel maar de boel. Zo heb ik het een beetje geprobeerd. Want meestal anders raakte ik behoorlijk in de stress van, oh, en die kinderen willen aandacht en ik moet ook nog mijn huishouden doen. En ik wil nog graag de zolder opruimen en ik wil van alles. En dat kan niet. Nee. Dus daardoor heb ik het een beetje dat een beetje uitgezet. Ja, maar ja. Je hebt nog een zoon. Ja. De jongste. Die kon die zich wel vinden in dat nieuwe schema? Ja die ging eigenlijk heel erg goed. Dus die kon ik ook heel goed lesgeven en die deed het ook heel goed. Oh. En ging gewoon mee in de structuur van de oudste. En op een gegeven moment, toen bij Jaden niet meer lukte, toen heb ik het een beetje losgelaten. Toen heb ik gewoon gezegd van, ik doe elke keer een beetje, lukt het niet, dan gaat hij maar weer wat anders doen. En dan ga ik met de jongste verder. Ja. Maar het was wel heel hectisch om 2 kinderen les te geven. Ja, en je man, die zat natuurlijk ook nog thuis. Ja. En hadden jullie een bepaald soort rolverdeling? Hij deed voornamelijk het koken en dat soort dingen. Huishouden. Een beetje proberen het huishouden inderdaad.
Ja. En toen werd het lastiger, want Jeden die had er niet zoveel zin meer in. Ja. En toen? Ja, toen heb ik op een gegeven moment het een beetje losgelaten. Ik zeg van ja, van het lukt gewoon niet. En dat zeiden ze op school ook van nou, probeer maar wat je kan. En lukt het niet, ja, jammer dan. Als het maar gewoon goed gaat hè, bij jullie in het huishouden. Ja. En dat het oké is, En wat voor gedrag dan. liet hij dan zien? Wat? Wat voor gedrag liet hij zien? Ja, heel dwars gedrag. Ja, gewoon geen zin in. En hij wilde alleen maar doen waar hij zelf zin in had. En mag ik niet luisteren. Ja, en moest je dan ook als boos worden, of hoe ging jij daar zelf mee om dan? Ja, ik ben wel regelmatig wel eens heel erg boos geworden, ja. Dat je het echt een beetje zat bent. Dat jullie verdomme luister nou eens. Maar Ja. ja, dat werkt bij hem gewoon niet. Nee. Dat, En voor jezelf, want ook voor jezelf veranderde het dus heel veel. ja. Hoe Ja, het was echt heel erg in het begin heel zwart-wit. Ik had echt het gevoel van wat gebeurt hier? Vergaat de wereld? Zo'n gevoel dat er oorlog uitbrak of zo. Dus in het begin voelde ik me heel angstig. En ook ja, omdat je heel veel. We hadden heel veel hulp. Alles was goed geregeld voor Jeden. We hadden hulp van de bascule. We hadden net geregeld dat Jeden naar de Zonnebloem logeerhuis mocht. Ja. Daar zouden we een intake voor krijgen. Hij ging naar Carehouse regelmatig, waardoor het in de vakanties goed ging. Alles draaide lekker. En Ja. in één keer valt alles weg. Dus alles stopt. Dus dat, ja, dat kennen krijg je toch een bepaalde angst over je heen van hoe moeten we dit doen? Ja. Hoe kunnen we dit volhouden met Jeden zo lang thuis? En hoe kon je daar toch mee handelen, mee dealen, met die angst? Ja, op een gegeven moment heb ik een beetje de knop omgezet. En ja, inderdaad door te zeggen van ik ga het nu aanpakken. Het gaat helemaal fout met Jeden als ik nu niks doe. Dus ik ga zorgen dat ik ja, ritme krijg. Dus ik Ja. ben een ritme gaan schrijven op papier wat de bedoeling was qua school. En ja, ik heb even hulp gevraagd van ons tweede thuis of die pictogrammen wilde uitdraaien, zodat ik allemaal pictogrammen nog had. En ja, ik heb een heel schema neergezet op het bord van dit is wat we gaan doen elke dag. Ja. En ja, en ik moet zeggen, dat gaf mij ook wel een goed gevoel, die Ja. structuur. Ja. Gaan we het doen? Ja, precies. Dat stond nu op het bord van dit gaan we doen. En echt ook heel echt alles erbij met appeltje eten en buitenspelen heb ik helemaal ingepland. Dus gewoon precies als op school. Dus ik heb echt een beetje het schoolleven nagebootst. Ja. En dat werkte dus ook. Ja. Niet altijd, maar Ja, wel meestal. klopt. Ja, en kijk, inderdaad, soms had hij er wel geen zin in om onze schoolwerk te doen. Maar dan hield ik toch die structuur nog vast. Dus dan was hij misschien wel andere dingen aan het doen. Maar hij had wel een bepaalde houvast van waar zijn we op de dag? Ja. Dus is het ochtend, is het middag? Van hoe laat is het? Daardoor wist hij dat wel een beetje, want ik ging gewoon als hij wat anders ging doen, ging ik wel met Ootje gewoon door. Dus hij zag dan van, oh ja, Ootje gaat een appeltje eten, dus het is nu zo laat. Ja. Of, oh ja, we gaan nu lunchen. Maar best wel goed voor jou dat je dat zo strak hebt opgetuigd gekregen. Ja. Had je daar hulp bij? Ja, nee. Nee, eigenlijk, ja, kijk, de bascule die gaf me wel tips natuurlijk en via de telefoon. Maar uiteindelijk heb ik het allemaal zelf moeten doen. Ja, en voorheen lukte het me nooit. Omdat ik echt dacht van, oh, ik heb die pictogrammen niet, de juiste picto's niet. En dan moet ik weer alles uitdraaien en laminëren. En het was heel veel werk. Dus, maar nu.
werd je echt in het diepe gegooid. Zo van, ja, je moet wel. Als ik het niet doe, escaleert het met Jaden. Ja. En dat, ja, dat denk ik, dat houden we het helemaal niet meer vol. En is er ook sprake geweest van echte escalatie? Of waren het gewoon dwarse buien? Nou, het is wel heel zwaar geweest. Ja, kijk, Jaden kan echt hele zware driftbuien hebben. Dus echt dat je echt even niet meer weet waar je toe zoeken moet. En ja, hij had, dat was een beetje balen, want hij had nieuwe medicijnen gekregen en die werkten gewoon heel erg goed. Maar daar werd hij dikker van. Oh. En ja, hij werd 2 kilo in een week, vond ik toch een beetje te veel. Ja. En toen zijn we toch besloten om op een ander medicijn over te gaan. En dat, dat medicijn, daar zitten we nu op. Maar sinds we dat medicijn slikken, gaat het dus, of dat hij dat slikt, gaat het dus weer iets minder goed. Oké, dus dan heb je dat weer. Dus hij is weer, ja, dus hij is weer wat meer onrustig, wat dwarser en heel tegendraads. Ja. En kon jij niet luisteren. Ik kan me herinneren in het interview 2 jaar geleden dat je zei dat je ook regelmatig zelf moest bijtanken. Dat je dan even terugtrok of even even ging slapen, 's middags of zo, of op bed liggen. Ja. Had je die gelegenheid nu ook om even bij te tanken? Ja, ja, omdat natuurlijk mijn man er is, hebben we ook gewoon afgesproken dat ik gewoon na de lunch ga slapen. Oh ja. En voor Jaden is dat ook een beetje een regelmaat natuurlijk. Want hij ziet dan, oh ja, mama gaat slapen en daarna is ze er weer. Oh, en daarna ga ik dan meestal even met ze op de trampoline stoeien. Ja. En dat weet hij dan. Ja. Dus. En had jij gaandeweg minder last van die angst die je had? Sorry, je valt een beetje weg. Nou, had je gaandeweg minder last van die angst die je in het begin had? Ja, ja. Ja, omdat ik inderdaad toen het wat meer kon relativeren en wat meer ging nadenken van, nou, ik moet gewoon bij de dag leven. Van, we niet denken aan hoe het straks verder gaat, maar gewoon elke dag leven. Kijk, we hadden ook nog een feit dat mijn man ook bij de risicogroep hoort. Dus dat maakte het ook extra lastig, dat je toch wat angstiger bent. Van ja, als hij ziek wordt en wegvalt, hoe moet ik het dan redden? Ja. En, kwamen geen mensen over de vloer bij jullie? Nee, nee. Want je had toch ook gezinsbegeleiding? Sorry? Je had toch ook gezinsbegeleiding? Ja, klopt. Dus dat viel ook helemaal weg. Dus dat was echt, maar het was een beetje dubbel. Aan de ene kant, we hadden natuurlijk helemaal geen hulp meer. Maar aan de andere kant vond ik het eigenlijk heel erg lekker dat ik wat meer vrijheid had. En gewoon mijn agenda leeg was. Want daarvoor ervaarde ik best wel veel stress en drukte. Want al die afspraken en de bascule 2 keer in de week. En je wilt toch dat het een beetje het huis dan netjes is als hun langskomen. Dus dan ben je toch aan het opruimen steeds. En, ja. Dus het had ook al bepaalde voordelen weer. Ja. Ja. En ik had het gevoel, vooral zeker die eerste weken, had ik een soort saamhorigheidsgevoel. Van, op de een of andere manier kwamen we meer naar elkaar toe als gezin. En ook de kinderen gingen heel erg leuk met elkaar om. En ze speelden heel leuk samen. En net of je dan weer beseft van wat je hebt en dat je daar van moet genieten. Dat, kon je daarvan genieten? Ja, ja, zo, toen het goed ging met Jaden en dat hij wat rustiger was, ja, dan vond ik het echt wel heel fijn. Ja. En wat had je dan voor jezelf ook zoiets van, ik moet straks, als het allemaal weer voorbij is, iets meer rust in mijn agenda inbouwen of zo? In principe wel. Maar dat had ik al hoor. Dat ik daar heel erg van bewust ben. Van ja, de gesprekken met mensen, dat kost me toch ook heel veel energie, merk ik. Dus ja, als je 2 keer mensen van de bascule langskomt en ja, dan weer 2 uur aan het praten zijn, dan merk je dat best wel. Ben je ook moe van deze crisis? Ja, nu wel weer.
Nu ben ik heel erg moe omdat Jaden zijn gedrag weer heel erg negatief is. En het lijkt alsof het komt door de medicijnen. Dat weer wat minder werkt, waardoor hij dus wat dwarser is, huilbuien heeft. Hij kan echt huilen op de grond als een peuter van 3 of van 2. Dus hij is echt geestelijk echt loopt hij zoveel jaar achter. Ja. Hey, dus... kunnen jullie samen dit goed aan? Ik bedoel, de relatie, heeft hij daaronder te lijden of wordt hij er alleen maar sterker van? Het heeft er zeker ook wel onder te lijden, denk ik. Vooral voor mij niet zo misschien, maar voor Doeken denk ik wel. Hij heeft vaak het gevoel dat ik op mijn eigen wereld, in mijn eigen wereldje zit, op mijn eigen planeet. Dat ik er niet echt ben. Dus dat zegt hij vaak. En dat, ik zeg ook van vaak ben ik moe. En als dan Jaden er even niet is, dan ben ik even blij dat ik alleen kan zijn. Ja. Dus dat... Ja. Hey, en als je nu zo terugkijkt, we zitten er nog in, maar het lijkt voorbij te gaan. Heb je dan bepaalde lessen geleerd? Ja, ik denk het wel. Ook dat je het uiteindelijk, hoe erg het ook is, dat je het ook wel redt zonder alle hulp van buitenaf, denk ik. Want in het begin denk je echt van, dit kan ik niet. Ik kan dit niet alleen, zonder een hulp, met niks. En dat je het 24 uur per dag in huis zit en je kan niet weg. Ja, en heeft hij zelfvertrouwen gekregen? Misschien wel een beetje, maar ik ben heel perfectionistisch, dus ik ben niet snel tevreden. Hey, en als je nu je leven een cijfer mag geven, een cijfer voor de coronacrisis en nu? Dat is moeilijk. Ik denk dat ik... dat is heel erg wisselend. Het is een beetje van op en neer gegaan. Dus in het begin was het heel slecht. Was het slechter. Toen ging het in het midden van de coronacrisis, zeg maar, ging het echt veel beter. Toen voelde ik echt een soort eenheid met elkaar. En alles ging zo supergoed. Dat het echt wel een 9 was. En nu langzaam zakt het weer dat ik denk, ik ben een beetje op. En dat is nu weer een 7. Dus het is... En ik vraag me wel vaak af, hoe komt dat? Waar komt dat door? En dat weet ik dus niet zo goed. Nee. Of het is inderdaad de medicijnen bij Jaden, wat gewoon heel goed werkte. Ja. Dat, we gaan de crisis waarschijnlijk weer verlaten. Dus er zal weer een nieuwe vorm gevonden moeten worden. Maar wel eentje met afstand, hè? Die social distancing, die 1,5 meter, hè? Die geroepen wordt. Kun je daar iets mee straks in de praktijk? Ik weet niet. Ik vind het best wel moeilijk. Ik merk dat ik ook, als ik naar de supermarkt ga, dat ik er best wel zenuwachtig van word. Niet omdat ik zelf bang ben om ziek te worden, maar meer omdat het gevoel van, wat zullen anderen wel niet denken als ik te veel in de buurt kom, of te dichtbij kom, of niet genoeg afstand hou. Ik moet zo nadenken dat het me te veel energie kost, dat gevoel. En heb je inmiddels alweer mensen over de vloer gehad, opa en oma? Alleen gisteren een vriendin, toevallig. Oké. Daar is je beeld weer. De kinderen gingen af en toe ook naar opa en oma, toch? Begreep ik van 2 jaar geleden. Ja, klopt. Maar mijn moeder is echt heel erg bang. Dus dat... kijk of die wel goed erin zit. Die oplader. Dat geeft aan dat hij leeg is. Daarom doet hij zo. We zijn wel aan het eind van het gesprek gekomen, Yvonne, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb een... een heleboel van je gehoord en een goed beeld gekregen van hoe je er doorheen gerold bent. Ja. Complimenten voor de wijze waarop je het hebt gedaan, want ik
ik hoor wel in jouw verhaal dat je daar helemaal zelf vorm en structuur aan gegeven hebt. Ja. Aardig heeft uitgepakt en in jullie gezin in ieder geval heeft gewerkt. Even los Ja. van de buien van Jeden. Dus dat nou, vind ik wel heel knap. Dus dat is goed te horen en misschien ook voor anderen inspirerend. Dat het toch, ja, als je in zo'n situatie zit, kan helpen als je zelf heel erg die structuur aanbrengt. Ja. Tenminste, dat begrijp ik uit jouw woorden, hè? Dat heeft jou heel erg geholpen. Ja, klopt. Ja. Hey, nou, bedankt voor dit gesprek. Oké, super. Ik wens jullie heel veel succes thuis met deze nieuwe fase die eraan ligt te komen. En ik hoop Ja. dat je nou ja, wat je voor de coronacrisis had opgebouwd en de structuur die toen heel erg goed werkte, dat die snel weer opnieuw wordt gevonden. Ja, dat hoop ik ook inderdaad. Hey, succes en we houden elkaar op de hoogte. Ja, oké, is goed. Dank je. Bedankt. Oké, doeg. Ja, dit was het verhaal van Yvonne en haar gezin. Mooi hoe krachtig ze de crisis te lijf ging en hoe ze zelf structuur aanbracht en zelfs genoot van de mooie momenten in haar gezin. Ik wil afsluiten met een tip. Mocht je informatie zoeken of tips zoeken, ga dan naar de website van de NVA, Nederlandse Vereniging Autisme, en daar vindt u een wegwijzer die boordevol zit met allerlei informatie en misschien kan dat u helpen in deze crisis. Tot de volgende keer.